De Nationale Assemblée heeft woensdagochtend een bijzondere buitengewone openbare vergadering gehouden op het Onafhankelijkheidsplein. Tijdens deze vergadering waren er niet alleen parlementariërs, maar ook hoogwaardigheidsbekleders uit binnen- en buitenland. De Guyanese president Irfan Ali feliciteerde Suriname met dit heugelijk feit en benadrukte dat de twee landen een historische nalatenschap gemeen hebben. President Chandrika Persat Santokhi zegt dat wij als samenleving hoop moeten hebben. As well as a duty to protect the national independence and safeguard our democracy and economic prosperity. Mr. Chairman, Excellencies, both Guyana and Suriname held elections this year. Both governments were elected. Democracy remains the strongest ally for development. It allows our electorate to hold their government accountable. Guyana looks forward to working with Suriname to ensure greater respect for democratic norms and values. We kiezen voor hoop en niet voor wanhoop. We kiezen voor eerlijkheid en niet voor deceptie. We kiezen voor democratie en niet voor dictatuur. We kiezen voor een toekomst en niet voor het verleden, meneer de voorzitter. Deze coalitieregering, meneer de voorzitter, kiest voor de start van een nieuw tijdperk. Een tijdperk dat gekenmerkt zal worden door goed bestuur, rechtsstatelijkheid en modernisering van de Surinaamse samenleving. Na de buitengewone openbare vergadering mochten het staatshoofd en de gasten genieten van het défilé. Bij deze Bigiari waren niet alleen de gewapende machten te zien, maar ook de verschillende culturele groeperingen die wij in Suriname hebben. Enkele delen van het défilé vanmiddag in het kader van de viering van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Wij van ATV wensen de Surinaamse samenleving nogmaals een suite srividentie toe.